We hebben wereldwijd banken die soms meer dan een biljoen euro op hun balans hebben staan. Je hebt ook banken die heel groot zijn geworden vergeleken met het land waarin ze staan. En dat geeft vaak, kan grote risico's geven voor de overheidsfinanciën. Dat hebben we de afgelopen periode wel gezien. We hebben gezien dat bankfaillissementen in IJsland geleid hebben tot in feite een nationaal faillissement. We hebben in 2010 recentelijk gezien dat hetzelfde verhaal gebeurde in Ierland. Daar is de overheid in feite failliet gegaan vanwege de grote banken. Dus dat is het grote risico dat je hebt als je een enorm grote banksysteem hebt. Ja, de vraag is dan of er nog overal voordelen zijn van het hebben van grote banken, of dat er alleen maar nadelen zijn op te noemen. En daar ging mijn onderzoek over. Ik wou eens kijken, wat kun je nou verder nog zeggen over grote banken, afgezien van het feit dat ze risicovol zijn voor de overheid. En wat blijkt dan? Dat als je kijkt naar banken, grote banken, dat ze het feiten niet beter doen dan kleine banken. Grote banken hebben gemiddeld gesproken een laag rendement op hun activa. Waarschijnlijk omdat je toch te groot bent om schaalvoordelen te kunnen creëren. Aan de andere kant hebben ze ook niet minder risico. Dus ze hebben in feite een ongunstig rendement-risicoprofiel. Ook is het zo dat de kapitaalmarkt wel weet dat grote banken een groot risico vertegenwoordigen. En daarom is het zo dat kapitaalverschaffers aan banken, en dan praten we over depositohouders en ook mensen die die obligaties afnemen van banken, die vragen een hoger rente, een risicoopslag, om dit soort passiva van grote banken aan te houden. En als je denkt aan een bank die bijvoorbeeld 100% is van het nationaal inkomen, dan moet zo'n bank gemiddeld gesproken 40 basispunten meer betalen in rente dan een heel kleine bank. Dat is ook een groot nadeel van het grote bank zijn. En al met al leidt het ertoe dat als je kijkt naar de aandeelhouderswaarde van grote banken, dat zeer grote banken lager gewaardeerd worden op de aandelenbeurs dan kleine banken. Dus de aandeelhouders hebben zeker geen baat bij grootte van de bank. Dus samengevat kun je zeggen dat de overheid grote risico's neemt met het hebben van een groot banksysteem. Aan de andere kant is het ook zo dat de aandeelhouders er geen baat bij hebben, omdat grote banken laag gewaardeerd worden. Dus per slot moet je zeggen dat het hebben van zeer grote banken meer nadelen dan voordelen oplevert. Wij hebben drie grootbanken. Je hebt ABN AMRO, dat is grofweg even groot als het nationaal inkomen. Je hebt de Rabobank, dat is laten we zeggen ook 100% van het nationaal inkomen. Dan heb je de ING nog als derde grote bank. Dat is ongeveer twee keer ons nationaal inkomen. Dus als je de drie grote banken in Nederland optelt, kom je tot ongeveer 400% van het nationaal inkomen. Dus je kunt zeggen dat Nederland een zeer groot risico neemt met drie zulke grote banken. En wij hebben tot nu toe, kun je zeggen, geluk gehad. Als je kijkt naar de afgelopen jaren, hebben we inderdaad één grote bank moeten redden. De overheid heeft ABN AMRO moeten overnemen, heeft ING moeten steunen. Maar ja, we hebben in zekere zin geluk gehad. We zijn dus nog niet afgegleden tot een niveau van Ierland of IJsland. En dat heeft ook te maken met het feit dat onze huizenmarkt tot nu toe zich redelijk stabiel heeft gehouden. Maar toch moet je zeggen dat het risico zeer groot is naar de toekomst toe. En als er bijvoorbeeld een groter klap zou komen met neergaande huisprijzen in Nederland, dan is het risico mogelijk dat we toch afglijden naar het Ierland scenario. En zolang wij heel grote banken houden, moet je daar rekening mee houden en bestaat dat risico. Nou, ik denk dat toch wij als klein land moeten proberen de banken wat kleiner te laten worden. En dan kun je in de eerste plaats denken aan overheidstoezicht. En een belangrijk middel dat je hebt is te kijken hoe groot de kapitaalbuffers moeten zijn die een bank moet aanhouden. En ik denk dat het zeer belangrijk is dat wij voor de grotere banken, dus de drie grote banken, hogere kapitaalbuffers gaan invoeren dan voor de kleinere banken. Dus een goed voorbeeld als je internationaal kijkt zou Zwitserland zijn. Daar is het nu al zo dat de grote banken, dan praten we over UBS en Credit Suisse, die moeten twee keer zoveel kapitaal aanhouden als de kleine banken. Dus dat zou iets zijn wat Nederland zou kunnen volgen. Een tweede optie die Nederland heeft is, je kunt denken aan belastingmaatregelen. Je kunt een speciale belasting heffen op de passiva van grote banken. En dan moeten dus grote banken belasting betalen en wellicht dat dat ertoe leidt dat ze kleiner worden. En een derde belangrijk aspect van het probleem is dat je goed moet nadenken over de beloningsstructuur van de managers van de grote banken. Want het zijn juist de managers geweest
die ervoor gezorgd hebben dat de banken zo groot zijn geworden. Dus blijkbaar hebben de managers de vrije keuze gehad. En wellicht dat ze wilden dat hun banken zo groot werden, omdat ze daardoor wellicht een hoger inkomen konden verwerven. Dus daar zit ook enigszins het probleem. Dus als je kijkt naar beleid, is het zeer belangrijk dat je een beloningsstructuur invoert in de banken, waar de bankmanagers beloond worden voor veiligheid van hun banken. Dus een bankmanager moet niet beloond worden voor het laten groeien van de banken. Dat hebben we in het verleden gezien. Maar naar de toekomst toe moet je juist bankmanagers gaan belonen voor veiligheid van het systeem. En dat houdt wellicht in dat de banken kleiner moeten worden.